Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Achter mij, de Spar in Delft. Wij hebben gehoord namelijk dat hier vuurwerk ligt. En vorig jaar, of het jaar daarvoor, waren we hier ook. En toen hadden ze zeer goed vuurwerk. Misschien wel het beste vuurwerk van wat we hadden gekocht dat jaar. Dus ik ben benieuwd of ze die pakketjes weer hebben. Dat zijn die kleine pakketjes van Cafferata. Nou, we gaan zeker wel wat shoppen hier, man. Kijk maar, er staat gewoon een heel stelling buiten. Een heel reclamebord staat ook buiten, jongens. Vol schappen. Hebben wij deze nog een keer gehad? Vast wel. Nee, volgens mij niet, man. Maar niet met dat label. Van Weco. Ja, heel gek, man. Weco is echt aan dit jaar. Maar we weten wel dat Weco ook echt heel erg verschillend vuurwerk heeft. Dus sommige knetterlinten van de HEMA bijvoorbeeld zijn weer slecht. Die van de Lidl zijn heel goed. Dus we gaan ze gewoon even allemaal testen. Bengals. Knetterslagen ook nog. Ja, moet je kijken, jongens. Dit is dus knetterlinten. En als je hier kijkt, 18 stuks voor 5 euro. Dan kan je op zich qua prijs beter bij de Lidl zijn. 99. 14,99? Zo, hoeveel? 14,99? Laat maar liggen dan. Dit is echt. Ja, jongens, we hebben dus wat gehaald bij een Spar. Jullie hebben het net gehoord. Dit kleine beetje is dus 28,50. Of de moeite waard is, gaan we zo zien op locatie. Maar bizar, dit is echt gewoon haast. Gasten, dit gaat al 3 keer over de kopkapprijs. Dit komt bij mij in de buurt van oplichting. Sorry dat ik het zeg, maar kom op. Even serieus. Dit zou maximaal 15 euro mogen zijn. Dit pakketje? Ja? Die geel dingen, die kosten 7 euro. Huh? 7 euro voor 6 stuks. Yo. Dus jongens, als jullie iets zien, met alle respect, van deze leverancier, bij deze winkel, ik zou het laten liggen. Tenzij we zometeen erachter komen dat het heel goede kwaliteit is. Zoals beloofd, jongens, we staan op locatie en we gaan dit abnormaal ultra dure vuurwerk even afsteken. Is het dan de moeite waard? Want op zich betaal ik liever veel voor goed vuurwerk dan weinig voor slecht vuurwerk. Deze grillers af te steken, die waren 7 euro. Hoe bizar is dat, hè? 7 euro, gast. Niet helemaal. Die gaan we even aansteken. Is het dan de moeite waard geweest? Fluiten. Kijk, en dat bedoel ik. We hebben hier 7 euro voor betaald. En eigenlijk moet ik dit soort uitspraken niet doen, maar ik vind dit neigen naar oplichting. Heel eerlijk gezegd. Ja. Ik bedoel van, we weten allemaal dat het populair is geworden, dat vuurwerk, categorie 1 vuurwerk. Maar om nou 7 euro te vragen voor 6 van die dingen. Oké, die was wel iets beter. Kijk, dat is prima. Alleen de prijs. Ja, het is. Ja, ik vond het 3, 4 euro, man. Dit was ook bizar. Daar zitten knetterrotjes in met knetterlint. Ga maar kijken. Ja, die hebben we een keer gehad. Oh ja, die combi. Dit had de moeite waard van de Spar. Eerst even eentje verkijken. Absoluut niet. Yo. Pruttels. Gooi de rest erop dan. Hebben we die kartonnen knetterballen nog? Hé, hey, dat is ook bizar, hè, tegenwoordig. Dat je gewoon kartonnen knetterballen hebt. Alles voor het milieu. Lijkt wel op een. Die zaten dus ook in dat pakje. Lijkt op een rookbommetje, joh, als je het zo ziet, eerlijk. Ja, vroeger waren dit inderdaad rookbommen. Ja. Huh? Nou. Wat is dat van, joh? Heel veilig vuurwerk. Eerlijk is eerlijk. Zo. Wat heb je daar? Knetterslagen. Oh god. Mooie naam, heel eerlijk gezegd. Dit is een goede naam. Dit is een goede naam voor vuurwerk. Maar of ze echt, ja, het zijn een soort kortsleuters, hè. Oké. Ja, die is goed, man. Die knetters. De knetters zijn op zich best goed van deze dingen. Maar het is zo minimalistisch. Ja, het is zo kort, terwijl we zoveel hebben betaald. Bengals. Bengals. En wij hadden natuurlijk laatst die vervangers van die Bengalfooiers gestookt van vuurwerkbunker. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
Ik zeker ook. Zien er wel goed uit. Maar deze waren ook volgens mij €5. Ja, maar ik denk niet dat deze even goed zijn, man. Nou. Prima, man. Toch of niet? Ik kijk er even aan hoe lang ze doorgaan. Jij kijkt het nog even aan. Doodse oranje. Kijk. Wat een geluid, hè? Eerlijk, deze zijn wel goed, man. Ik denk dat dit het eerste is en het enige waarvan ik zou zeggen... Oké, goed vuurwerk. Dit is goed vuurwerk. Maar de rest? Zeker. De rest totaal niet. Die zijn goed, man. Ja. Eerlijk is eerlijk, jongens. Die zijn echt goed. Moet je kijken ook die rook die ontstaat. Dan heb je nog de Dutchies. Nog voor het WK. Nou, die zijn nou niet meer relevant. Terwijl Nederland er al lang uit ligt. Er zou wel echt een mooie actie tegenover moeten staan. De Dutchies. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het op zich best wel leuk vuurwerk. Alleen die prijs, als dit nou €1 per 4 is of zo. Kijk, ik denk als heel het tasje bij elkaar van €15 tot €12 was, had ik gezegd ja. Ja, dus ik wil jullie even als tip meegeven, jongens. Mochten jullie op zoek zijn naar een leuk en goed categorie 1 vuurwerk, kies dan echt de winkels uit. Kijk even op video's op YouTube of het de moeite waard is. Want zoals je kan zien, we hebben nu een eurotje of 8, 30. We hebben €30 uitgegeven voor dit. En eigenlijk waren alleen die Bengals waren de moeite waard. Dat vond ik op zich leuk vuurwerk. De rest allemaal laten liggen. Dus kijk van tevoren goed als je naar de supermarkt gaat wat je koopt en hoe duur het is. Want je komt dan echt anders met een lege portemonnee thuis. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook de Jumbo en de Albert Heijn en zo. En vaak zijn het allemaal lokale vuurwerkwinkels die daar verkopen voor de hoofdprijs. En dan moet de Jumbo daar ook nog winst over maken. En dan zit je eigenlijk gewoon met veel te duur vuurwerk. Thanks in ieder geval voor het kijken. Het is gewoon even informatie voor jullie of het de moeite waard is hier. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later. Out deep.